Welkom bij een hele speciale aflevering. Ja, een server tour. Ja, klopt. En we gaan beginnen met de regels. De regels die kan je hier eigenlijk zelf wel lezen. Die hoeven we niet allemaal op te gaan noemen. Wat is het nou voor video, Dimitri? Vertel het eens even. Ja, we gaan in deze video de server laten zien waar jullie ook op kunnen. Dus ja, laten we maar beginnen. Link staat in de beschrijving en we gaan... Ja, ik weet de meeste plekken in deze server, dus handig als je mij volgt. Hey, je hebt hier ook nog een onderverdieping, dat wist ik helemaal niet. Ja, laten we daar dan beginnen. Heb je hier een staff only. Oh, ik sla wat kapot. Hier heb je een enchanting table. Met die levels die je kan behalen in de server kan je hier je wapens enchanten. Dat betekent dat je zeg maar speciale effecten op je wapens kreeg. Oké, nou leuk. Allemaal boeken, kan je lezen. Heb je hier een portal naar de Nether? Oh, ik zit er nu. Is het goed of niet? Ah, daar ja. Ja, is wel goed toch? Ja, hier is niet zoveel te zien, want hier heeft niemand wat gebouwd. Dus het lijkt me handig als we teruggaan. Ja. Zo, en we zijn weer wakker. Nu zitten we weer in... waar zijn we nu, joh? Oh, ja, dat weet jij beter dan ik, denk ik. Ja, ik denk dat we spawn moeten doen. We zitten ergens in een rare grot. Oké, we zijn weer hier beland. En hier had je dan de poorten. Dat kunnen we gewoon wel weer even door, denk ik. En wat heb je... De portal. Je hebt hier nog hier wat gevangenissen. Als je misdraagt in de server, dan kunnen we je jailen. Kan je niks meer, alleen hier een beetje rondlopen. Nou, leuk. Hebben we hier de spellen. Ja, spellen. We hebben één spel, dat heet Mob Arena. Zo. We kunnen het misschien wel even spelen. Hoe werkt dat? Ja, even om het te laten zien. Moet je dit typen. Met een slash ervoor. Nou. Oh, dit hebben we een keer gedaan, ja. En dan moest ik iets kiezen, hè? Ja, zal ik kiezen? Night. Ik ben niet zo slecht in. Dan moet je het witte ding tikken. Oh, wacht even hoor. Welke moet ik tikken? Op dit witte ding hier. Achter je. Ja. Ik heb dit nog nooit gedaan. En wat is de bedoeling? Die monsters die op je afkomen doodmaken. Het wordt steeds moeilijker. Oh, maar ik moet jou niet doodmaken dan. Nee. Precies. Kan volgens mij niet eens. En ik wil nog wat zeggen, ja, deze server is player versus player. Dat betekent dat je iedereen die in de server is kan aanvallen. De kijkers kunnen de reacties achterlaten of ik dat uit moet zetten of aan moet laten. Je kan wel elkaar doodmaken, dus op zich wel leuk, maar het kan ook hinderlijk zijn. Wacht hier wel. Oh, ze komen gewoon naar boven, joh. Dat kunnen ze ook. Oh. Ik heb zo'n een of ander magisch drankje. Oh! Ja, ik ben dood. Ik ook. Nou ja, dat was dus dat. Het spel wel zelf gemaakt, maar het spelen, dat kan ik niet. Daar ben ik heel slecht in. Wat moet je doen? Slash exit of zo? Wat moet je dan doen? Dit. Leave. Emma, leave. Oké, nou gaan we verder met onze server tour. Ja. Dat was even leuk. Ik denk dat we dan weer naar boven kunnen, hè? Ja. Nou, leg maar even uit. Jij leidt rond. Ja, je hebt ook in de server natuurlijk kan je items op de markt verkopen. Laten we eerst naar de markt gaan. Oh, wacht even hoor. Nou. Zo, ik zat even in de... Daar zit ik weer in de goede versie. Ja, vertel. Ja, hier heb je de markt. Daar kan je je spullen die je verdient, zeg maar. Je hout, je steen, die kan je hier verkopen. Door je stenen op het bordje hier te gebruiken. Ja. Yeah. Nou ja, dan krijg je geld en dan kan je hier weer andere dingen kan je er weer verkopen. Okay. Dan heb je ook nog wat leuks hier binnen. Ja. Yeah. Heb je superbordjes. En bijvoorbeeld hier staat... bijvoorbeeld als je wapens kapot gaan, dan kan je ze hier voor $1 repareren. Die je dan op de markt kan verdienen.
Maar dat is wel leuk, ja. Je kan je levens terugkopen. Je kan je mail bekijken. Je mail? Je mail, ja. Moet je maar hier eens op drukken. Staat er, you have no new mail. Dat betekent dat als iemand je een bericht stuurt, ik weet niet precies hoe dat moet, dat regelen de admins voor me. Dan kan je mail binnenkrijgen. Die kan je dan zo bekijken. Dan heb je hier nog voor $5 kan je de zon terugkopen. Dus stel dat het regent, kan je hier voor de hele wereld de zon kopen. Is het nacht, kan je hier... Kon dat ook maar in het echt, hè? Wat? Kon dat ook maar in het echt? Ja, is elke dag zonnig. Oké. Okay. En wat hebben we nog meer? Laten we er even wat sneller doorheen gaan. Want... Ja, je kan ook dag kopen en je kan dirt kopen onbeperkt. En laten we verder gaan. Niet zo interessant. Hier heb je dus de stad. Deze stad is niet door de spelers gebouwd, maar door de admin, zeg maar, in deze server. Ja. Yeah. Oké. Okay. Onder andere een admin is Stondkop 8. Heeft heel veel aan deze server meegeholpen. Ja, die had een boot gemaakt of zo, hè? Ja, een boot. Ja, die, ik weet niet waar die precies staat. Volgens mij is die weggevaren, die boot, maar... Weggevaren. Net als de boot van Sinterklaas. Ja, maar er staat één iets is, staat er in de server en dat vind ik echt mooi. Ja. Dat is die gast van de Bobbank Gangnoordpartaal. Die staat hier. Ja, en al deze dingen die zijn natuurlijk niet gebouwd helemaal met dingen. Met hakken. Al deze dingen zijn er gewoon ingeplaatst, die blokken. Dan hebben ze het gebouwd daarvan. Mooi. Ik vind het echt mooi. Ja, ik ook. Wie heeft dat gemaakt? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik niet meer hoor. Dat waren van die admins. Mooi, gedetailleerd. Ja, oké. Okay. Nou, kunnen we door. Ja, heb je hier nog een haven? Haven, ligt hier de boot misschien? Nou, eens even kijken. Nou, hier ligt al een boot, kijk eens. Maar dat is niet de boot, hè? Ja, dat is niet de boot. Deze boot is een beetje eentonig. Hé, en ik zie hier een lift, maar voor wat is dat dan? Of wat is dit? Een lift, toch? Dat weet ik ook niet. Ik weet nog dat iemand daaraan begonnen was, maar... Ja, dat was ook in de tijd dat de server nog niet open was voor publiek. Toen waren we nog niet begonnen met Game Channel. Ja, oké, dan laten we snel verder gaan dan. Even verder gaan. Dus dit is niet zo interessant. Dit is zeg maar de stad. Hé, daar komen we bij ons. En hier is... Ja, hier heb je ons kasteel. Hier is dan zeg maar het gebied waar mensen kunnen bouwen. Het zijn echte huizen die mensen hebben gebouwd die op de server komen. En ik moet zeggen, er staat al aardig wat, hè? Ja, dat gaat echt hard. Kunnen we wat kijken misschien? Ja, er stond ook toen zeg maar op deze server al gebouwd, want die wereld die is al een tijdje bestaat die al. En bijvoorbeeld hier hebben we een huis, die is van, even kijken, hier. Er staat geen naambordje boven, maar het ziet er op zich wel mooi uit. Ja. Nou, leuk tafeltje erbij. En een klep. Oh, dan kunnen we naar beneden, joh. Hé, hey, dan kom je in een kelder, dat is leuk. Ja. Hij heeft alleen niks in zijn kisten. Hadden we dat ook niet. Je hebt in de kelder heb je nog een kelder. Die heeft er wel heel wat moeite in gestoken, hoor. Oh. Ja, oh, dat is zo'n beest. Daar gaan we maar niet naartoe. Nee. Oké, okay, nou, leuk. Ja, mooi huis. Go to... terug dan maar, hè? Thank ja. You. Precies. Oké, okay, nou... leuk. Hebben we hier nog een... een ander huis. Achter ons kasteel. Ik weet niet wat het is, wat het voorstelt, maar... We gaan eens even naar beneden. Ziet er leuk uit in ieder geval. Ja, naar beneden heeft geen zin, denk ik, want... Er zit niet veel... Oké, okay, dan gaan we snel weer door. We hebben hier het bos, daar vliegen we wel even overheen. Snelle tour. Ik heb hier ook nog wel meer huisjes. Hier nog een huis. De tv-toren. Die hebben ze natuurlijk nog niet helemaal gezien. Een paar afleveringen terug van de Minecraft Survival, dan hebben we hem al laten zien. Oh ja, toen waren we nog niet boven geweest, toch? Ja, boven zijn we geweest toen. Toen hebben we nog die ramen ingetikt. En ik zie dat die ramen nog niet gemaakt zijn. Oh, nou dat is wel even handig om dat te maken, want we zitten nu in creative mode. Dat betekent dat we alles kunnen gebruiken wat we willen. Zo. Nou, hoppakee, gemaakt. Weet je het nog, dan wou je hem hier naar beneden gooien. Ja, eigenlijk wou we eerst ons kasteel vanaf hier bouwen. Ja, weet ik nog, ja. Maar als je zo naar beneden... Heb jij hoogtevrees?
Ja, maar als ik naar Minecraft kijk en ik. Ja. dan heb ik het niet hoor, op dat spel. Nou, zullen we snel verder gaan? Ik zie hier nog een leuk vliegtuig. Vliegtuig? Ja, dat is nog boven de stad. Dat Oké, is ook nou. wel wat. Hier Nou. nog een huis. Hey joh, dit huis heeft nog geen eens een dak. Kijk. Dakloos. Dakloos. Nou Hier nog wel. een huis. En een bed en we kunnen naar beneden, denk ik. Toch? Ik niet hoor. Kan dat nou? Nee? Kan dat nou? Oh ja, toch wel, ja. Oh. Wat is hier, joh? Lange Een hele toch? wietplantage. Nou, dan snap ik dat wel, dat het helemaal diep in de grond zit. Dat zal ik ook maar doen. Is er ook nog ergens iets waar ze stroom aftappen of niet dan? Want, oh, Volgens hier. mij. Wie heeft dit gemaakt dan? De een of andere gozer, ik weet ook niet wie. Vooral die benen verkopen. Oh, wat doe ik nu? Oh nee, wat doe ik nu? Zo, oké, nou, jammer, dan we Laten we zitten. maar weer omhoog gaan dan. Ja, mijn koe zit vast, maar dat maakt niet uit. Hoor hem eens. Ja, oké, nou. Hier nog een kist. Leuk. Oké, hoe gaan we weer naar boven? Trap. Ik zag nog ook een hele lange trein daar. Misschien is dat leuk om even te volgen. Ja, en dan hebben we, ja, denk ik het ook wel. Gaan we dat ook nog wel even laten zien? Waar ben je? Ja, twee treinbanen hier. Het is wel leuk om ze allebei even te laten zien. Hier een treinbaan en een mooi huis. Maar geen dak erop. Dat is dan wel weer jammer. Treinbaan. Kunnen we er ook niet even in? Even voor de fun. Dan moet je even zo'n minecart. Ken je die dingen? Ja, en ik ben daarin Hier. even. Waar ben Kom eens jij? naar, helemaal terug naar het huis weer. Hier. Oh, van naar Oh. beneden. Ja. Kijk, heb ik hier zo'n ingang. Ik had hem namelijk stiekem al gezien. Hallo? Hier beneden, kijk. Ik heb hier twee minecarts. Dan moet je dat ding hier op. Hebben ze het gesloopt? En dat maken we even. Ze vonden het leuk om die trein daar mee te nemen. Snap ik wel. Oké. En als je hem hierop gooit, dan. Wacht. Even kijken. Maak het even. Ja, ik zal het wel Dat even dit ze allemaal vonden het laten zien waarschijnlijk in de leuk om te tijd. stoppen. Dan zet je hem hierop, kijk. Kijk, en nu dus rechter muisknop op die kar. Ik druk nu op het knopje en dan gaan we. Oh. Waar blijf je? Oké, jij kan niet mee. Ja, ik ga nu mee. Oh. Wat gebeurt er, joh? Volgens mij heeft hij storing of zo. Hij gaat niet naar boven. Shift. Doe eens shift. Zo klaar. Ik maak het alweer even. Moet die koe even Oh, ik weggaan. zit er al in. Zit je erin? Ja, maar hij gaat alleen niet verder. Is dit de bedoeling? Ja, ik weet het niet. Oh, en hier is het spoor doodlopend. Zullen we het even vanaf boven doen? Dat is misschien wat leuker. Dan gaan we vanaf boven naar Ja, beneden. wacht even hoor. Ik heb hem nu als het goed is gemaakt. Ja, het had een hele baan gemaakt, maar ja, het is helemaal gesloopt. Ik zie het al. Laten we het maar van boven doen. Ja, dat is wel lachen, hè? Dan kunnen we gelijk weer verder. Anders wordt het weer zo. Sloop. Ja, ik wil nog even duidelijk maken. Bij slopen dan moeten we helaas van de server bannen, want niet echt prettig voor ons. Het is wel terug te halen als jullie slopen, maar het is wel weer een heel gedoe. Dus liever niet. En anders, ja, dan moet je de consequenties maar zien. Precies. Nou. Oké, nou, ik ben van boven in ieder geval. Ja, hier is die ook gesloopt hier. Oh, De gaat je kar. dat is En pech. misschien is het leuk. Ik ga zitten. Hier.
Ga je eens in? Andere kant moeten we op, toch? Hier, daar gaan we. Oh. Werkt ook lekker. Nou, oké. Zit er vast in een boom. Doe maar weer shift, hoor. Nou, oké. Zullen we verder gaan met de tour? Ja. Dan heb je hier nog een ding waar een lichtstraal uitkomt. Ja, dat vond ik heel apart om te zien. Ja, ik weet niet hoe ze dat maken. Ja, ik ben maar een Minecraft-nerd. Een nerd? Noob. Minecraft nerd, dat is iemand anders die we kennen. Maar ja, laten we het daar maar niet over hebben. Oké, leuk. Ja, wat is dat voor? Het is toch voor een ding? Ik weet het ook niet, joh. Nooit gezien. Hoi. Ah, hebben we nog iets? Ja, volgens mij wel. Hier een hele lange treinbaan. En dat lijkt me wel handig om dan wel die kaart te gebruiken. Ik weet niet waar jij bent. Oh, daar, ik zie jou. Dat is het treinstation van de server. Treinstation van de server, ja. Ja, oké, ik ben er. Ja, vertel. Moeten we hier naar binnen? En nu? Oh, daar gaan we. Wauw, een rotgeluid, wacht even. Zo. Hé, hey, daar hebben we een koe in het water. Hallo koe en kip. Koeien kunnen toch niet zwemmen? En dan zeggen ze dat Minecraft realistisch is. Ja, dat bedoel ik wel. Oh. Oh. Nou, en dan denk ik toch wel dat we het meeste gezien hebben, Dimmy. Hierachter is nog een huisje en dan houdt het wel op, hoor. Ja. Oké, maakt dit rondje nou ook nog af, of... Ja, hier is het eindpunt. Moet je wel shift drukken, want hij schiet gelijk terug als het goed is. Oh, nou, leuk, toch? Ik heb het al een keer, andere keer getest. Kijk, nu schiet je gelijk weer terug. Nou, we moeten toch die andere kant 3, op, 2, of 1, niet? Boom. We moeten toch die andere kijk, kant ik op? Ik ga terug. Nee, we moeten niet, we moeten er hier uit. Oh, kijk. Eind. Ja. Zitten we in de woestijn en had ik hier nog een huis gezien. En verder staat er nog niet zoveel. Ja, hier moeten we misschien nog iets bouwen. Kunnen mensen hier bouwen? Ja, iets in de woestijn, een soort piramide. Piramide, ja. Misschien leuk voor de volgende keer. Ja. Naar het kasteel. Ja. Hey, ik zie hier nog iets, ook met een licht en een of andere woestijn. Boom, boom. Als jullie iets weten wat we kunnen bouwen na het kasteel, dat kan je ook achterlaten. Misschien iets voor de woestijn. Nou, grappig. En dat was het, of? Hacking rammen. Hier een hele wietplantage, joh. Kisten! Ja, maar dat zijn van andere mensen, hè? Ja, daar moeten we maar niet aan zitten. Dat is een beetje lullig. Hacking rammen. Hacking rammen. Wat zit er een hoop wietplantages in jouw server? Dat valt me wel op. Wietplantages. Rolls Potion Shopje. Dienstingang. Zit er in die kist even kijken. Hey, goud. Meejatten. Oké, nou dat... in deze kist. Zo, diamond. Dat was diamanten. Dat was het wel een beetje, denk ik, toch? Ja, precies. Nou. Laten we maar weer een spawn doen, of niet? Ja, dat sluiten we daar af. En nou, dan bedankt zit weer voor het kijken voor deze extra survival video. Je kan ook een bezoekje brengen in onze server. De link kan je in de beschrijving. De video beschrijving. Nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, doei.